We hebben gisteren een schitterende dag gehad. In totaal hebben we er voor de junioren en de beide aspiranten de hele dag heel veel mensen op het park gehad hier op de sportenpark. Maar vandaag, zoals je ziet, is het regen en helaas hebben we het moeten aflasten. Hadden jullie nou moeten spelen vandaag? Ja. We hadden gespeeld, maar de wedstrijd werd afgelast nadat het hele veld een klein riviertje werd. Ja. Met deze regen kan je echt niet spelen. Nee, de andere coach die zei ook dat het werd afgelast omdat het veld veel te nat was. Ja. Vinden jullie dat nou jammer? Ja. Ik vind het wel jammer, ik had er wel zin in. Want we waren net gestart en toen moesten we ineens stoppen. Zeker. En wat doen jullie nu? Jullie staan nu binnen hier, wat gaan jullie nu doen? We staan nu in de slagkooi en dan gaan we allemaal om de beurt slaan om toch nog wel een beetje te trainen. Ja. We hadden bijna 150 kinderen op het park in de categorieën van junioren en aspiranten. En zelfs een ploeg uit Duitsland, Düsseldorf, die de sprong naar Nederland heeft gewaagd om hier een honkbaltoernooi te spelen. Hoe leeft dat nou onder de jeugd, honkbal? Ja, dat is een beetje lastig. Het is een sport die een heel klein beetje achteruit aan het lopen is. Qua ledenaantal van de honkbalbond. We mogen ons hier in Dordrecht bij de Hawks nog altijd gelukkig prijzen dat we een afdeling hebben in de allerjongste jeugd. De b-ballers, de pupillen. We hebben twee aspirantenteams en we hebben nog een juniorenteam. Dus we zijn een beetje spekkoper in het honkballand op dit moment. Gelukkig. Hoe komt het dat het in Dordt wat beter gaat dan landelijk gezien? Nou, laat ik vooropstellen, we hebben natuurlijk maar één club in Dordrecht. En in de regio hebben we dan nog een club in Zwijndrecht en in Ridderkerk. En dan heb je het wel een beetje gehad. Terwijl in plaatsen als Haarlem zijn er nog 9 honkbalverenigingen. Amsterdam, Den Haag tellen er ook veel meer. Dan zal de concurrentie misschien wat groter zijn. Nu vandaag de tweede dag, de zondag, valt helemaal in het water. Wat betekent dat voor jullie vereniging? Nou ja, het is natuurlijk jammer, want we hebben van allerlei dingen georganiseerd rondom het gebeuren. Een barbecue zou er zijn, er werd verse vis gebakken en al dat soort dingen. En dat was gisteren een grandioos succes. Ja, dat valt nu in het water, dat is jammer. Maar goed, we gaan dat proberen in oktober nog een keertje op te zetten.